En een van de grootste medaillekandidaten is deze crosser. Hij is 24 jaar, komt uit Hees en heet Raymond van der Biezen. Op het komende WK hoopt hij te laten zien dat hij tot de allerbeste van de wereld behoort. Ik ben me eigenlijk aan het voorbereiden op het WK in Kopenhagen. En dat gaat eigenlijk allemaal wel zoals het moet. Dus ik voel me eigenlijk prima. De Olympische Spelen is inderdaad het hoofddoel. En het WK is daar wel een onderdeel van natuurlijk. Want ik moet mezelf wel plaatsen voor de Olympische Spelen. En de individuele puntentelling begint dit jaar op het WK in Kopenhagen. Dus het is toch wel een hele belangrijke wedstrijd waarbij ik toch wel naar voren moet zijn. En goed moet scoren. Dus ja, ik probeer daar gewoon mijn beste beentje voor te zetten en te knallen. Ik ga in ieder geval minder als het podium. BMX is een kleine sport, maar wel Olympisch. En omdat Nederland dus medaillekans heeft, zijn kosten nog moeite gespaard. En is er op Papendal een parcours uitgezet dat een exact kopie is van het Olympisch parcours van Londen 2012. Klopt, ja. NOC heeft ons wat dat betreft echt heel erg in de watten gelegd. Die geloven ons, die geloven in onze aanpak, die geloven in onze sporters. En die denken inderdaad, net als wij met z'n allen, dat we inderdaad wel een medaille kunnen pikken in Londen. Maar eerst is er dus het komende WK in Kopenhagen, waar de beste van de wereld elkaar op de kleine fietsjes treffen. Ja goed, als je kijkt naar een wereldbeker, de kwalificatie, hè, dus je moet allemaal een rondje op tijd rijden. De 64 tijd snelste, die gaan door naar de wedstrijd. En die 64 die zitten gemiddeld binnen 1,5 seconde. Dus nou ja, goed, dan kun je wel nagaan dat je weinig ruimte is om fouten te maken. Het is een beetje met verstand fietsen en ook proberen die start er heel goed bij te zetten. Mondiaal gekeken dan is er denk ik een man of 15 die aanspraak kan maken op zijn wereldtitel. Dus, en ik denk dat Raymond er één van is.